Er zijn verschillende soorten biomarkers. Sommige biomarkers kunnen worden bepaald aan de hand van hersenscans of scans van de rest van het lichaam. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan de grootte van een bepaald gebied in de hersenen of schade in een bepaalde verbindende baan in de hersenen. Andere biomarkers kunnen in het bloed worden bepaald of juist in de ruggenvloeistof. Dan kunt u denken aan mate van ontsteking die als lichaamsreactie optreden op de ziekte van Parkinson. Een relatief nieuwe groep biomarkers bestaat uit de zogenaamde digitale biomarkers. En dat zijn biomarkers die kunnen worden gemeten aan de hand van digitale technologie, zoals bijvoorbeeld een smartwatch of uw eigen mobiele telefoon. Deze groepen samen vormen het geheel van biomarkers. En de gemene deler is dat ieder van deze maten iets zegt over een biologisch proces of een ziekteproces in het lichaam.